Afgelopen vrijdag kwamen de heren van Sportdrachten voor de tweede keer in actie in de Eerste Divisie. Ondersteund door sponsor Froconsuur strijden de heren om het kampioenschap dit jaar. Thijs Raukens, Dirk Kuiper, Jorrit de Vries en Frank Staal vertrokken richting Bussum om het op te nemen tegen de heren van Squash & Wellness Bussum 1. Frank Staal mocht het spits afbijten tegen Marcel van den Berg. Staal neemt meteen de leiding en wint de eerste game met 11-3. Ook de twee games die volgen kon van den Berg geen verandering brengen in het aanvallende spel van Staal, die de games daarop wist te winnen met 11-4 en 11-5. Dirk Kuiper, de nummer 79 van de Nederlandse ranglijst, trad aan tegen Remco de Bruin. Beide heren waren goed aan elkaar gewaagd met ellenlange rallies als gevolg. Het ene punt voor de Bruin, het andere ging naar Kuiper. Een ware fitheidstest voor beide heren. De uberfitte Dirk Kuiper wist uiteindelijk toch de laatste punten naar zich toe te trekken. Eindstand 11-9, 11-8, 11-8. Lekker Dirk. En out, 6-3. Kort. Kopman en supertalent Thijs Raukens mocht zijn kwaliteiten testen tegen vedette Kalle Kallenbach, 88ste op de Nederlandse ranglijst. Het publiek zat klaar voor een heus spektakel van beide kopmannen. Thijs is volgens de Squashbond momenteel het talent van Nederland en traint daarom in Hoofddorp onder leiding van de bondscoach Ronnie Vlasaks. Thijs, die met de week sterker wordt, had weinig respect voor zijn tegenstander. Er was voor de ervaren Kallenbach geen beginnen aan tegen Raukens, die het tempo zo hoog wist te leggen dat hij foutloos op de eindstreep af kon gaan. Eindstand 11-2, 11-2, 11-2. Ook kwam Jorrit de Vries nog in actie namens Drachten. De Vries, opgeleid in de jeugd van Drachten, kwam vorig jaar nog uit voor Squash Zwolle, dat ook speelt in de Eerste Divisie. Dit jaar is hij weer terug in Drachten en werd hij herenigd met zijn oude teamgenoten en coaches. Na wat opstartproblemen wist uiteindelijk ook Jorrit zijn wedstrijden namens Drachten te winnen met 3-1. Met deze 15-1 overwinning op zak neemt Drachten de koppositie in de Eerste Divisie. Volgende week mag er weer voor thuispubliek worden gestreden tegen het jonge Hoofddorp, die het moet doen met een 7e plek in de Eerste Divisie.